leuk dat je kijkt. We gaan een fruitige koude koffiespecial maken, de Raspberry Kiss. Hiervoor neem je een extra dark shot espresso, frambozensiroop, witte chocoladesiroop, een bekertje melk, 5 ijskrantjes, verse frambozen, cacao en we hebben natuurlijk ook een blender nodig voor deze koude special. We starten met het versieren van het glas. Hiervoor dompel je het glas ondersteboven in een klein laagje water en vervolgens in de cacao, zodat er een mooi gelijkmatig randje ontstaat aan de bovenkant van het glas. Zoals dit. Vervolgens doen we de espresso, de melk en de ijskrantjes en van elke siroop één pompje in de blender en blenderen we dit voor ongeveer 10 seconden. Doe vervolgens deze mix in je glas. Het glas komt helemaal vol, want we gebruiken geen slagroom voor deze special. Vervolgens doe je het rietje erin en als laatste natuurlijk leg je de frambozen mooi erop. En zo maak je de heerlijke Raspberry Kiss.